Goedendag dames en heren. Ik open de vergadering. Dat doe ik een minuut te vroeg. Maar goed, we zijn compleet, dus het kan gewoon wat mij betreft. En ik denk dat eer we beginnen met daadwerkelijk inhoudelijk een aantal zaken te behandelen, zal het wel 7:30 zijn. We hebben een makkelijke vergadering, maar we hebben ook een ingewikkelde vergadering, tenminste agenda. Want er staan een aantal punten op de agenda. Eigenlijk, als ik het goed heb, 3, waarvan het niet de bedoeling is dat u daar daadwerkelijk inhoudelijk op ingaat. Omdat de inhoudelijkheid van die onderwerpen niet op de agenda staat. En ik zal het straks melden als het zover is, maar ik ga u er ook echt op wijzen. Ongetwijfeld als het gaat over de participatiewet kunt u heel veel vertellen. En dat is ook allemaal heel belangrijk en ook heel relevant. Maar niet vandaag. Vandaag gaat het echt ergens anders over. Dus ik kijk even zo rond en ik kijk u een beetje streng aan. Vriendelijk, maar beslist. En daarmee heb ik de agenda geopend, heropend. De agenda hoeft dus niet te worden vastgesteld. Maar we hadden al afgesproken dat eventuele moties vreemd aan de orde van de dag, dat die aan het eind van de agenda zouden komen, die kunnen nu worden aangekondigd. Dus als er eventuele moties zijn vreemd aan de orde van de dag, meneer Schrijver, D66. Ja, er is dus een motie vreemd aan de orde met betrekking tot de zondagopstelling Leemleveld voor dit seizoen. En dat is een opfrissing van een oude motie van vorig jaar. Die is naar de fractievoorzitter gestuurd vanmiddag. Oké, prima. En dan krijg ik hem dadelijk ook wel. Maar we gaan hem dan behandelen aan het eind van de agenda, denk ik. Hè? Dus dat wordt dan 6a. Oké? Okay? Ja, mooi, prima. Dan ga ik nu naar de bespreekstukken. Dan kom ik bij het vierde verzamelsplan buitengebied. Dat is agenda punt 2. In de raadscommissie was overeenstemming over het grootste deel van het verzamelplan. Maar er was een aantal discussies over een aantal onderdelen. Ten eerste de ambtshalve aanpassing van perceel Veldweg 18a. Naar aanleiding van het spreekrecht van mevrouw Van Oenen. De uitbreidingsmogelijkheden van het transportbedrijf aan de Poppenallee. En tot slot de bouw van de kapschuur op het motocross terrein. Het college heeft nadere informatie verstrekt. Die is op het RIS geplaatst. Ik neem aan dat u daar kennis van heeft kunnen nemen. En dan wilde ik graag een behandeling in 2 ronden doen. De beeldvormende ronde eerst. En naar aanleiding van de nieuwe toegevoegde informatie. En daarna wil ik dan ook direct naar de opinierende ronde. Wie van u mag ik het woord geven? In het kader van de beeldvormende ronde. Geen behoefte aan? Dan ga ik onmiddellijk naar de opinierende. Wie van u mag ik het woord geven in het kader van de opinierende ronde? Ook niemand? Dan breng ik meneer Jutte. Fijn. Dan moet er iemand beginnen, voorzitter. Ja. Eigenlijk kan ik heel kort zijn. De stukken hebben we doorgenomen. De extra informatie die we gekregen hebben geeft ons geen reden om het voorstel niet te steunen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutte, gemeentebelangen. Nog anderen die behoefte hebben? Nee? Dan brengen we gewoon een stemming. Griffier, vierde verzamelplan buitengebied. Voorstel is 1, in te stemmen met de nood- en voorzienswijze en kennisgeving. 2, het vierde verzamelplan bestemmingsplan buitengebied gemeente Dalfsen als vervat in de bestanden set met planidentificatie en van alles en nog wat. En in analoge vorm gewijzigd vast te stellen. 3, de provincie Overijssel te vragen het besluit eerder bekend te mogen maken dan de wettelijke voorgeschreven termijn van 6 weken. En 4, geen exploitatieplan vaststellen. Wie is daarmee akkoord? Bent u allemaal? En is met algemene stemmen agenda punt 3, de jaarrekening. Dat is er zo één. Want die hebben we namelijk inhoudelijk al uitgebreid met elkaar besproken. Die is eerder geagendeerd geweest. Is ook naar aanleiding van uw verzoek in de hele planning naar voren getrokken. Maar doordat we die naar voren hebben getrokken, was op dat moment het wachten nog op de accountantsverklaring, omdat de cijfers van het regionaal service team jeugdzorg nog niet gecontroleerd waren. Inmiddels heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven en de definitieve stukken zijn niet meer gewijzigd. Wethouder van Leeuwen had nog wat aanvullende informatie toegezegd over een aantal vragen die zijn op het rust geplaatst. En ook hier 2 rondes, beeldvormende ronde naar aanleiding van de nieuwe toegevoegde informatie. En tenslotte opinierende. Wie van u
heeft nog een vraag, beeldvormende vraag, naar aanleiding van de nieuwe toegevoegde informatie. Meneer Nijkamp. Yes, Eén vraag, en het betreft de belangrijkste aandachtspunten voor 2018. Die wordt ook vermeld door in het verslag van de accountant. Er staan vier onderwerpen in. En we zijn benieuwd wat de opinie van het college is ten aanzien van deze vier aandachtspunten. Andere nog? Ik zat even te vragen aan de griffier. Die vier aanbevelingen waren er de vorige keer ook al, toch? Of niet? Of is dat nieuw? Nou ja, goed. Andere nog? Nee? Wethouder van Leeuwen? Uw conclusie klopt, voorzitter. Die waren vorige keer er ook al. En het college heeft in overleg met de concern controller besloten om daar de benodigde aandacht aan te geven. Dus met andere woorden, te proberen deze uit te gaan voeren. In ieder geval onderschrijft u ze en u gaat proberen om ze uit te voeren. Voldoende, meneer Nijkamp? Ja? Akkoord. Oké, dan ga ik naar de opinierende ronde, als dat mag. Ik kijk rond. Wie van u wil het woord? Helemaal niemand? Ik vind het prima, hoor. Hè? Wie wil het woord? Niemand? Oké, alles is gezegd. Dan brengen we gewoon de stemming. Het voorstel is jaarrekening 2017. De heer Veldhuis durft niet meer. Ik heb het wel gehoord en ik moet u eerlijk zeggen, dat is een mooi moment. Ja, dit heb ik toch nog mee mogen maken. Het voorstel is kennis te nemen van het verslag van bevindingen, tweede jaarrekening 2017 vast te stellen, 3 in het kader van budgetoverheveling A, een bedrag van 876.400 euro. Aan lasten en 250.600 euro aan baten over te hevelen naar 2018. En dit voor 417.000 euro te dekken uit de algemene reserve vrij besteedbaar. En 208.800 euro uit de betreffende reserves waar een claim op is gelegd. En B, een bedrag van 406.000 euro aan lasten over te hevelen naar 2018. En dit voor 13.000 euro te dekken uit de ARVG B en 393.000 uit de algemene reserve reeds bestemd. Ten slotte 4 en vervolgens 4 in het kader van toevoeging en onttrekking aan de reserves A, de algemene reserve grondexploitatie voor 4.477.000 euro vrij te laten vallen. B, de resterende claims van 156.000 euro uit de algemene reserve reeds vrij te laten vallen. En C, deze middelen toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar. 5. In te stemmen met continuering van investeringen 2018 conform het overzicht in de paragrafen 5.2.2 en 5.2.3. 6. Het rekeningresultaat van 209.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar. En 7. De begroting 2018 conform bijlage te wijzigen. Wie van u gaat daarmee akkoord? Kijk even rond met u allemaal. De algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 4, besluit op bezwaar wet voorkeursrecht gemeente. Ook rechtstreeks in de raad zonder commissiebehandeling vooraf. De raad heeft het recht van eerste koop gevestigd op percelen aan de westkant en oostkant van de kern Dalsen. Tegen dit besluit zijn 22 bezwaren ingediend. Een onafhankelijke commissie heeft deze bezwaarschriften beoordeeld en geconcludeerd dat ze als ongegrond moeten worden verklaard. De behandeling is in 2 ronden. Dus ik begin bij de beeldvormende ronde. Wie van u mag ik het woord geven? Meneer Schrijver, D66. Dank u wel, voorzitter. Met hun bezwaren geven deze inwoners nadrukkelijk aan invloed te willen op dit proces. En de gemeente Dalfsen heeft een juridisch vangnet over een groot gebied uitgeworpen. De mazen in dit net zijn puur democratisch. Met de mazen bedoel ik de momenten waarop besluitvorming in de raad plaatsvindt of gaat plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld het goedkeuren van nog op te stellen structuurvisie of omgevingsvisie. D66 heeft in het verleden vergeefs de raad gevraagd om toekomstige woningbouw in Dalfsen anders aan te pakken. En tegelijk zuinig te zijn op ons mooie groene buitengebied. Bij dit raadsvoorstel gaat het alleen over de juridische waterdichtheid van het gebruik van de WVG, de wet voorkeursrecht gemeenten. Die lijkt wel waterdicht te zijn.
Ontsnappen aan dit vangnet kan dus alleen via democratische raadsbesluiten in de toekomst. Daar zullen wij ons helder en duidelijk blijven opstellen voor een ander beleid. Meer spreiding over de kernen, verschil in kavelprijzen in verschillende kernen, zoveel mogelijk benutting van inbreidingslocaties. Deze landelijke WVG-wetgeving is niet voor creatief denken vatbaar, lokale democratische raadsbesluiten wel. Dat maakt het dus nog steeds mogelijk om hier democratisch onderuit te komen. Niet juridisch, maar wel democratisch. U zou aan u kunnen vragen, wat is de vraag? Maar ik zou ook kunnen concluderen dat dit eigenlijk een stemverklaring is. Dat laatste klopt wel, denk ik. Hè? Dan doe ik dat laatste. En heb ik dat eerste beetje gemeen ook een beetje gedaan. Anderen nog in het kader van de beeldvormende ronde? Meneer Ramer. Ja, voorzitter, we hebben alle bezwaren ook gezien en ook het advies van de bezwarencommissie. De enige vraag blijft over is alles volgens wet en regelgeving voor de gemeente Dalsen waterdicht? Of lopen we nog risico? Dat is de eerste vraag. Anderen nog? Nee? Meneer Van Leeuwen. Ik kan heel kort zijn. De antwoord op uw eerste vraag is ja en het op de tweede is nee. Weet u zelf de vragen nog en de volgorde, meneer Raamaker? Want de eerste vraag is het juridisch waterdicht. En wat was de tweede vraag ook alweer waarop het antwoord nee? Risico. Nee, we lopen geen risico's. Oké. Okay. Mag ik naar de opinierende ronde? Wie van u, meneer Schrijver, hebben gehad? Anderen nog behoefte? Niet? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Het gaat niet zozeer over de inhoud van de conclusies van het ongegrond verklaren van de bezwaren. Maar er zit wel een vraag, of nou een vraag, een opmerking, een gedachte achter. Hoe is het mogelijk dat we toch meer dan 20 bezwaren krijgen, terwijl ze uiteindelijk allemaal ongegrond worden verklaard, met als primaire reden dat het allemaal te maken heeft met bezwaren die eigenlijk gaan over de vervolgtrajecten, de volgende producten in de ruimtelijke ordening. De gedachte die bij ons wel opkomt is dat dat toch ook wel iets te maken heeft met de manier van communiceren naar de bevolking toe. Hoe loopt een dergelijk proces? Wat is het nut en wat zijn de mogelijkheden zeg maar, voor het indienen van bezwaren op dit moment? En het lijkt erop alsof dat niet voor iedereen even duidelijk is geweest. Waarbij natuurlijk altijd iedereen een bezwaar mag indienen, want daar staat het voor open. Maar toch ontstaat er iets van een indruk van, hadden we dat misschien wat steviger of wat duidelijker moeten communiceren? Want nu hebben we wel een hoop werk, misschien verwachtingen bij burgers laten ontstaan. Maar uiteindelijk is het ongegrond. Dus dat is een gedachte erachter, niet op de inhoud van de bezwaren en de uitspraak daarop. Ook deze beschouw ik als een stemverklaring, meneer Nijkamp. En deze? Zal ik hem gewoon in stemming brengen dan? Agenda punt 4, besluit op bezwarenwet voorkeursrecht gemeente. Het voorstel is om 1. De ingediende bezwaarschriften op de toepassing van de wet voorkeursrecht gemeente ongegrond te verklaren. En 2. Het verzoek van indieners op vergoeding van de proceskosten af te wijzen. Wie gaat daarmee akkoord? En dat doet u met algemene stemmen. Dan is ook besluit 4 genomen. Kijk naar agenda punt 5. Vangnetuitkering participatiewet 2017. Het voorstel komt rechtstreeks in de raad. Ook hier zonder commissiebehandeling vooraf. Maar de voorbereiding hiervan is in november 2017 al in de raad geweest. Even nog ter toelichting, u weet het allemaal, maar ook even voor de mensen die misschien kijken en luisteren. Om in aanmerking te komen voor extra gelden, rijksgelden in dit geval, moet het college verklaren dat het maatregelen genomen heeft om tot tekortreductie te komen. Je moet dus laten zien dat je er geprobeerd hebt om er wat aan te doen, aan die kosten. En de gemeenteraad moet door middel van zijn instemming de juistheid van de verklaring van het college bevestigen. En de instemming van de gemeenteraad heeft daarmee uitsluitend betrekking op de juistheid van de verklaring van het college. En met betrekking tot haar inspanningen. De instemming heeft geen betrekking op het inhoudelijk oordeel dat de gemeenteraad eventueel over de maatregelen van het college heeft uitgesproken. En het is dus, staat hier opgeschreven, niet de bedoeling om inhoudelijk te spreken over de maatregelen, want we hebben dit in de agendacommissie beschouwd als een technisch voorstel.
Zo licht ik hem toe. Desalniettemin, behandeling in twee ronden. Dus ik begin met de beeldvormende. Wie van u heeft nog een vraag naar aanleiding van dit voorstel? Dan ga ik naar de opinierende ronde. Is daar nog behoefte aan? Nee? Dan breng ik een stemming. U bewaart al uw kruid voor de motie vreemd aan de orde van de dag. Daar kan ik me iets mee voorstellen. Vangnet uitkering participatiewet 2017. Het voorstel is om in te stemmen met de aanvraag vangnet uitkering 2017. Wie van u gaat ermee akkoord? Dat doet u allemaal. En dan zie ik met algemeen krijg ik agenda punt 6. Wijziging bouwverordening. En ook dit voorstel komt rechtstreeks in de raad zonder commissiebehandeling vooraf. En ook dit is een technisch voorstel. En van rechtswege vervalt een aantal artikelen. Maar om onduidelijkheid te voorkomen adviseert de VNG om de bouwverordening hierop aan te passen. Ook hier behandeling in twee rondes. Zware tijd. Wie van u mag ik het woord geven? Geen behoefte aan. Opinierend? Geen behoefte aan. Mag gelijk een stemming? Agenda punt 6. Wijziging bouwverordening. Voorstel is vast te stellen de vierde wijziging van de bouwverordening gemeente Dalfsen 2009. Wie is daarvoor? Bent u allemaal? Met algemene stemmige motie vreemd aan de orde van de dag. In te dienen door de heer Schrijver. Meneer Schrijver, geef u het woord. Mede-indieners zijn in ieder geval de fracties van VVD en D66. En. Sorry. Partij van de Arbeid. Deze motie, als het goed is, kan die ook in beeld worden gebracht. Ja, prima. Dat is een van mijn mooie taken. Maar ik doe het wel vanaf het computerschermpje. Ondergetekende. Motie vreemd aan de orde. Raadsvergadering 21 juni 2018. Ondergetekende. Leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen de volgende motie in over het niet op de agenda opgenomen onderwerp winkelopenstellingstijd. Winkelopenstelling Leemderveld. Gelezen. Het raadsbesluit van december 2007. Waarin op grond van artikel 3 van de winkeltijdenwet is besloten dat voor de kern Leemderveld vrijstelling is verleend van het verbod de winkel voor het publiek open te houden. Als bedoeld in artikel 2 van de winkeltijdenwet, koopzondagen. Tweede bullet. De brief van de OVL van 24 mei 2018 waarin verzocht wordt om het aantal koopzondagen in Leemderveld al voor dit jaar en dit seizoen met 10 zondagen uit te breiden voor de maanden juli en augustus van 12 tot 7 uur. Overwegende dat, 12 tot 17 uur, excuus. Overwegende dat een meerderheid van de gemeenteraad in 2007 geen belemmering heeft gezien in het toestaan van koopzondagen in Leemderveld. Tweede bullet. Sinds het raadsbesluit uit 2007 inmiddels 10 jaar verstreken zijn, waarin deze periode zondagsopenstelling in Leemderveld gemeengoed is geworden. Derde. In de omliggende dorpen zoals Raalte en Heino een veel ruimere zondagopenstelling al bestaat en daarmee een concurrerende positie wordt ingenomen ten nadele van de kern Leemderveld. Vierde. Zondagsopenstelling voor enkele ondernemers in Leemderveld, mede vanwege het regionale voorzieningenniveau en wijzigingen in het koopgedrag, essentieel is om op ten minste het huidige ondernemersniveau te kunnen blijven functioneren. Zesde. Gelet op het toeristenseizoen, het voor de sector dagelijkse boodschappen supermarkt van belang is om in die periode zondags voor een deel van de dag open te kunnen zijn. Zevende. Het huidige aantal toegewezen openstellingen per jaar niet meer als toereikend wordt ervaren. Achtste. Het een nadrukkelijke wens van ondernemers zelf is om ruimere openstellingstijden te hebben om aansluiting te houden bij het koopgedrag. En negende, dit onder meer blijkt uit de brief van de OVL. En overwegende dat er verwachtingen gewekt zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ook door coalitiepartijen met betrekking tot een ruimere zondagsopenstelling. Met het oog op zomerseizoen een duidelijk signaal gewenst is. En ten derde, bij het college de bevoegdheid is neergelegd om de dagen waarop de koopzondagen worden gehouden aan te wijzen in overleg met de ondernemersvereniging Leemderveld. Spreekt uit dat, gezien de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden en de specifieke situatie in Leemderveld, er redenen zijn om het huidige aantal van maximaal 8 dagen per jaar te wijzigen en minimaal 8 en maximaal 12 dagen per jaar voor elke branche afzonderlijk.
Het wenselijk is zondag openstelling tussen 12 en 18 uur in juni en augustus 2018 toe te staan in afwachting van een definitieve regeling op basis van het coalitieakkoord. Verzoekt het college hier uitvoering aan te geven met dient verstande dat het aanwijzen van de dagen van openstelling op zondag optimaal wordt afgestemd met de ondernemers, waardoor het voor iedere ondernemer mogelijk is die dagen te kiezen die voor zijn of haar onderneming en klanten het meest relevant zijn. En tweede bullet, daarnaast een voorstel aan de raad voor te leggen in het najaar van 2018 om te komen tot een definitieve regeling. De indieners, de heer Schrijver, D66, de heer Veldhuis, VVD en de heer Broeren, PvdA. Toelichting bij deze motie. Het is genoegzaam bekend dat de winkelopenstelling op zondag in Leemuiderveld al 10 jaar tot tevredenheid van de ondernemers en inwoners verloopt. De wens van de ondernemers is een geringe verruiming van het aantal dagen, maar vooral de ruimte om per branche de eigen zondagen te kiezen. Voor de dagelijkse boodschappen onder de supermarkt, onder andere de supermarkt, speelt het belang vooral in de maanden juli en augustus, wanneer toeristen uit de omgeving een aanzuigende werking hebben. Terwijl voor de niet-dagelijkse sector, non-food, duurzame goederen, er juist in een andere periode, voor en najaar, behoefte is aan ruimere openstelling. Door differentiatie toe te laten worden ondernemers en daarmee consumenten het meest bediend. Aanvulling 2018. Na een vergunningsaanvraag aan het college richt de ondernemer zich tot de raad. Hiermee wordt een oude motie opnieuw actueel. De motie is destijds verworpen met het argument dat er afspraken in coalitieverband golden. Er is nu een nieuwe periode. Dat is de motie, meneer Schrijver. Heeft u nog behoefte aan een toelichting verder? Hij is nogal uitgebreid, dus spreekt voor zichzelf, denk ik. Ja, hij had nog uitgebreider kunnen zijn in de strekking, maar hij is bewust beperkt gehouden tot dit seizoen en tot deze situatie om er nu nog geen raadsbrede discussie over de hele gemeente van te maken. Relevante toelichting. Ik ga even kijken bij de overige leden van de raad. Wie mag ik het woord geven op dit onderwerp? Mevrouw Rademan, CDA. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben dit net voor de vergadering ontvangen, dus wij willen eigenlijk even schorsen om met de fractie af te stemmen. Oké, voor u is dat een nieuwe. En doen de verzoek in tot schorsing. Ik kijk even naar de raad. Dat lijkt me geen probleem. Misschien is het voor andere mensen ook een verrassing. Doet u dat maar, meneer Rademan. Ik zie verschillende tijden, van 12 tot 17 uur en spreek uit is 12 tot 18 uur. Ja, maar er spreekt uit is 12 tot 18 uur en er wordt verwezen naar de brief van de OVL en daar is het 12 tot 17 uur. Okay. Dus het verzoek is ruimer, de motie is ruimer dan het verzoek van de OVL. Dat zijn de feitelijkheden. Ik schors de vergadering. Hoeveel heeft u nodig, mevrouw Rademan? 10 minuten. Ik schors de vergadering tot 7:55. En dan kom ik bij de overige agendapunten. Besluitenlijst 28 mei 2018. Ik heb hier staan geen opmerkingen. Is niet zo, hè? Dus dan heb ik agendapunt 7, besluitenlijst vastgesteld. Lijst van ingekomen stukken. Agendapunt 8. Vragen naar aanleiding daarvan. Lijst mededelingen. Even oppassen als het gaat om vertrouwelijke. Daar geen fout maken? Nee, ook niet. Nou, dan sluit ik de vergadering. Dank voor je inbreng. En we zien elkaar maandag weer, volgens mij, of niet? Ja. Dank u wel.